Het is een hele andere wereld eigenlijk. Hier is alles dus steriel. Hier is het vies. Sowieso het werken met paarden is al een verschil. Dit is Claudia. En ze heeft niet één, maar twee banen. Ze is namelijk hoefsmid en tandartsassistent. Maar hoe kom je nou eigenlijk op twee van die uiteenlopende beroepen? Ik zocht er nog een baan naast, omdat ik merkte aan mezelf dat ik het 5 dagen gewoon te zwaar vond om dit werk te doen. En mijn moeder werkt bij die praktijk en die zei, nou, wij zoeken ook nog mensen. Je kunt altijd proberen of je dat ook leuk vindt. Maar goed, het is natuurlijk een heel ander vak dan waar ik nu in zit. Maar ik heb daar een middag meegelopen en eigenlijk beviel het heel goed. Dus ik ben er zo ingerold. Dus vandaar de bijzondere combinatie. Iets met paarden en iets met mensen dus. Alleen begon Claudia eerst met de paarden. Toen ik 6 was, begon ik met rijden op een manege. Dus toen is het eigenlijk een beetje begonnen. En op mijn 12e ben ik 2 kleine Shetlanders gaan verzorgen. En toen ik 15 was, heb ik die overgekocht. En ik heb ze nog steeds, dus ik zit al een hele tijd in de paarden. Het heeft er altijd wel in gezeten. En op die Shetlanders legt ze ook wat meer de focus. Dat is een beetje gekomen omdat ik merkte in de opleiding dat Shetlanders toch wat vaker overgeslagen worden. Ik denk ook omdat mensen niet weten dat hun ook hoefverzorging nodig hebben. Dus mijn doel is een beetje om me daar vooral op te richten. Ja, ik vind Shetlanders toch echt wel het leukst. Of welsjes. Nou, echt wel de kleine ponies. Nou, genoeg gepraat. Dan ga ik hem zo bekappen. Zo goed optillen. Nu maak ik hem eerst schoon, zodat ik kan zien wat ik straks moet doen. En wat ik dan nu al kan zien, is dat hij een opstaande rand heeft die ik er dan helemaal straks af kan halen. Zodat zijn voet weer een stukje korter wordt. Ik knip de hoeven van de paarden hier, dus ik verzorg de voeten van de paarden. Ik zorg dat ze weer goed kunnen lopen, dus ik haal er elke keer een randje van af. Daar komt het eigenlijk op neer. Eigenlijk is Claudia dus een soort paardenpedicure. Daar lijkt het op. Dat zeggen mensen ook altijd. Als ik moet uitleggen wat ik doe, dan is dat een antwoord. En dan is het wel zwaar, maar ja, dat hoort erbij. Ondanks dat het zwaar is, zijn er natuurlijk ook leuke dingen. Werken met paarden, de uitdaging. Elke keer is het weer een uitdaging, dat vind ik heel leuk. Ja, en het is gewoon mooi werk. Wat je ook vaak ziet, is dat klanten eerst de hoefsmid bellen dan een dierenarts. Zodat wij mensen ook nog advies kunnen geven, of over de voeten of over de rest. Dus dat is ook wel heel leuk. Over advies geven gesproken, dat doet ze ook als? Stoelassistenten, dus ik help aan de stoel. Ik zit achter de balie en ik ben ook preventieassistenten. Dus ik reinig de gebitten en ik geef instructies aan kinderen over het poetsen. Ze zei het net al, ze is binnengeharkt door haar moeder. Maar hoe is het nou om met je moeder samen te werken? Ik vind het juist heel leuk, het gaat ook wel goed. Ik denk wel dat het helpt dat ik uit huis ben. Dus we gaan niet samen naar het werken, samen naar huis. Maar ik ga gewoon naar mijn eigen huis. Die heeft mij ook ingewerkt, alles uitgelegd. Dat gaat weer goed. Het eerste verschil is dus dat ze op de praktijk ook heel gezellig met haar moeder mag werken. Maar wat zijn nog meer verschillen? Het is een hele andere wereld eigenlijk. Hier is alles dus steriel. Hier is het vies. Sowieso het werken met paarden is al een verschil. Omgang met mensen is anders. Hier ben ik buiten, daar is alles binnen. Wel leuk om het zo te combineren. En uniek, denk ik.